beste vrienden all over the world. Paramaribo groet u met de Biggie Brassa. Straight from the heart. Yes, luister nou, mensen lief. We komen net uit de feestdagen, toch? Eerste Pasen, tweede Pasen. En ik heb ben een beetje gaan nadenken over al die dagen die we hebben. Man, we hebben bijna 17 vrije dagen. He? Dat betekent, maar het is niet normaal, toch? 17 vrije dagen. Dus hoe loop je feest? Hoe produceren en presteren? Geen ene reet. We zijn in de ellende gelogeerd. In de pinari. We hebben schulden tot onze neus. Over onze neus. We kunnen maar jaren nog. Dus wat heb ik gedacht? Maar luister nou, als we die feestdagen nou een beetje laten evalueren. En toen kwam ik tot de ontdekking. Eureka! Dat we feestdagen hebben, nationale feestdagen, en we hebben gedenkdagen. Nou, dus, dat was makkelijk, want gedenkdagen, dat is voor iedereen die wil gedenken. Je mag de hele week gedenken, je mag een maand gedenken of overdenken, maar het is geen feestdag. Het is geen nationale vrijdag. En zo, beste vrienden, kwam ik van 16 vrije dagen en feestdagen tot, laat me even tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En hoe ziet dat lijstje eruit? Dat wilt u weten, hè? Nou, ik moet even spieken wat. Beste vrienden, kijk. Het lijstje is eenvoudig. 1 januari, overal nationale vrije dag, dus ook bij ons. En februari, dan krijg je Julipagua. Prachtige dag. Heb je in maart, april, Pasen. 1 dag is een vrije dag. Die andere dag is gedenkdag. Dus hoe net dat, eerste Pasen, tweede Pasen, tori. Weet dat, eerste Pasen, tori. Dan suikerfeest, Idel Fitter, einde vaste maand. Daar twijfel ik nog even of we dat niet moeten maken tot een gedenkdag. Maar voorlopig hebben we het nog gemaakt tot een vrije dag. Dus, hè? En dan volgt 1 juli Kitty Kotti. Dat is natuurlijk zo, dat is een vrije dag. Wat nooit de Kitty no Kotti noem hersens. Maar goed, dan krijg je oktober, november, Diwali, een prachtig lichtjesfeest. Man, mooi. En dan heb je natuurlijk 25 november, het Srividensi, onafhankelijkheid, dat. Monsterlijk misbaksel onafhankelijkheid. Ik beledig niemand, hè. En dan 25 december, kerstfeest. Eerste kerstdag. Tweede kerstdag is een gedenkdag. Dus beste vrienden, zo komen we op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prachtige nationale vrije dagen. Alle andere dagen. He? Dus de 8 andere dagen die zijn geschrapt, dat zijn gedenkdagen. En daarin mag u zoveel denken als u wil, man. Over 1 mei moet ik nog het volgende zeggen. 1 mei is een arbeidersdag, hè, over de hele wereld. Maar wij moeten het niet vieren, want we arbeiden niet. We doen geen pleurs. We zitten de hele dag op onze kloten en doen niks. En laten het werk voor andere mensen. En daarna hebben we een grote smoel. Dus laten we dat maar gaan overdenken. Nu aan gedenken, overdenken. En wat hebben we nog meer wat is weggehaald? Oh ja, hier nog. Inheemse dag en Marondag. Dat is 1. Je zou het kunnen vieren samen met 1 juli Inheemse dag, Marondag. Wie is het? Beste vrienden, luister nou. Wat ik doe is dus geen grapje. Het heeft de bedoeling om u aan het denken te zetten. He? Ik zou wel wellicht een beetje te grof zijn in het schrappen, maar ik weet, ik heb niemands ding weggehaald. Nee hoor, ik heb gezegd, gaat u rustig bedenken, overdenken,
in overweging nemen, gedenken, herdenken. Maar geen feest, beste vrienden, ik groet u. Madame Biggie Brassa, maar dat was niet wel groet u. Blijf denken, jawel, dat moet u elke dag doen, toch?